zijn goed gestart gegaan. De eerste wedstrijd 7-3 gewonnen. De tweede wedstrijd met 10-0 gewonnen. Kijk, hartstikke goed. Ja, en de senioren die gaan komende zaterdag overigens gelijktijdig spelen met de jeugd. Dus we aanstaande zaterdag nodig ik iedereen uit om te komen kijken bij ons. Naar de jeugd en de senioren. Hoe laat begint het? Het begint om 1 uur. 1 uur. 1 uur. Dus, nou, en dan, ik moet even kijken. Ik zit mijn werk, en dat weten jullie. Ga je gewoon eerder weg. Ik denk niet dat mag. Maar we kunnen het altijd vragen. Ja. Ik zeg, ja. Toen jullie hier kwamen, hadden jullie nog maar een paar leden, een stuk of 11 uit mijn hoofd volgens mij. Ja, 11 leden. Of zo. 11 leden, ja. Hoe zit dat met nu? Nou, meer dan verdubbeld. We zitten nu, dus de telling echt van vandaag, 28 leden. Maar er moet wel bij zeggen dat 3 niet-spelende leden zijn. Oké, okay, dus drie, hoe zeg je dat? Ja, niet-leden die gewoon mogen vrij spelen, om het zo maar te zeggen. Nee, niet-spelende, dus die echt... Ben ik er één van? Nou, en de bestuur bedoel ik. Ja, het bestuur. Ik heb hem met bestuur. Twee commissieleden dus, die niet spelen. Maar, ja. Totaal dus met die meegeteld 28. Ja. Dus dat is best... Nou, dat is toch best goed voor een tafeltennisclub dat in opbouw is. Laten we jullie nog in opbouw noemen. Ja, ondanks dat jullie nu net geopend zijn en dat jullie, wat je zegt, competities begonnen zijn en dat soort dingen, zijn jullie toch nog steeds in opbouw. Ja, we zijn nog steeds in die opbouwfase. Ja. Dat is wel hard werken. Je merkt wel daardoor dat je ook tegen dingen aanloopt. Omdat we zo hard groeien, moeten we nu al met trainingsgroepen gaan werken, terwijl we eigenlijk in eerste instantie gewoon er niet vanuit zouden gaan dat het zo druk zou zijn en daardoor gewoon inloop hebben op een avond en dan lekker met z'n allen gaan trainen. Maar we moeten nu al gaan splitsen, gewoon omdat we de mensen anders niet kwijt kunnen. Dus we zijn al nu het al... Het stond echt naast de tafel te wachten van wanneer kan ik gaan spelen. Okay. Zo druk meteen. Ja, dat is wel mooi. Dat is mooi. Toen jullie hier ook waren, vertelden jullie van wij hebben niet echt een heel groot budget, ook qua sponsoring niet. Hoe zit dat nu? Want ik ben natuurlijk geweest zaterdag, er waren een aantal sponsors bijgekomen. Ja. Maar hoe zit dat? Ja, altijd meer is natuurlijk altijd hartstikke goed, maar zijn jullie op dit moment tevreden over het aantal sponsoringen wat jullie hebben? Eerlijk gezegd ben ik er nooit tevreden over, omdat ik vind United is niet voor niks, dus ook hoe meer sponsors, hoe beter. Ja, okay, ja, wat er dus natuurlijk ook voor zorgt dat je daardoor financiële armslag krijgt. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we niet dankbaar zijn voor de sponsors die we nu hebben. En het verbaast ons en verrast ons af en toe ook gewoon hoe enthousiast dat mensen toch zijn. De catering bijvoorbeeld is afgelopen zaterdag ook volledig gesponsord. En Pallas Athene, hè? Pallas Athene, het Grieks restaurant uit Tussen de Vaten. Nou, het was lekker dus. Heb ik graag doorgegeven. En die waren ook erg enthousiast over hoe we het hebben neergezet. Dus ja, misschien dat we in de toekomst nog meer met ze gaan doen, maar dat weet ik niet. Dus daar ga ik nog wel even op praten. En ondertussen zijn we natuurlijk actief bezig ook om sponsoren te werven. Wat we ook een beetje nu op dit moment in combinatie gaan doen met de grote clubactie die natuurlijk van start gegaan is afgelopen zaterdag. Ja. Dus daar gaan we ook iets mee doen in die richting. Dus we hebben allerlei plannen en die zijn we hard mee bezig om die ook ten uitvoer te brengen. Ja, we proberen zoveel mogelijk ook al meer zo'n bedrijven erbij te doen. Oké. Ja, lukt dat een beetje, die Almeerse bedrijven? Ja, nou, 2 van onze hoofdsponsoren, dat zijn Almeerse bedrijven. Ja, want wie zijn jullie hoofdsponsoren, voor degene die dat niet weten? Ja, voor als ze het nog niet wisten. FM Services, dat is een van onze hoofdsponsoren, dat is shirtsponsor en de tafelsponsor. Ja. En Shalom Administratieve Dienstverlening, dat is de sponsor die ons eigenlijk heeft neergezet. Ja. Voor gezorgd heeft dat we konden starten en ze hebben het Almere United Fonds hebben ze gevuld voor het eerste sportjaar. Ja. Ja. Want jullie vertelden toen ook zaterdag, want ik ben zaterdag natuurlijk geweest, dat jullie het ook doen met trainers die vanuit anderen waren gekomen. Dat vertelde jij tegen mij, Andrew. Ja. Hoeveel zouden jullie in principe, altijd nooit genoeg natuurlijk, maar op dit moment, hoeveel trainingsdagen zouden jullie nu kunnen vullen met deze trainers? Met deze trainers kunnen we op dit moment 1 dag vullen, dus de dinsdag. Ja. Zo met hun beschikbaarheid heeft dat te maken, niet met de wil of onwil, want ze willen heel graag. Maar we kunnen natuurlijk ook voor de andere avonden, zoals de donderdag en ook de woensdagmiddag, kunnen we altijd nog trainers gebruiken. Ja. We hebben er ook nog eentje bij lopen die echt volledig afhankelijk is van zijn werkschema, wat heel flexibel is. Dus ik zeg altijd, we hebben 2,5 trainer in plaats van 2. Als hij kan, is hij er. Maar ja, dat lukt niet altijd. Ja, een beetje wat wij hier hebben met Herman. Als hij kan, is hij er. En, zo ongeveer, ja. Hij knikt heel instemmend ja. Ja, zoiets. Ja. Maar goed, we zijn altijd op zoek naar meer. En als er dus mensen geïnteresseerd zijn om met kinderen, volwassenen op niveau, maar ook op laag niveau te gaan trainen, dat zijn ze allemaal welkom. Ja. Moet je daarvoor iets van een papiertje hebben? Of kan iedereen die verstand heeft van tafeltennis een balletje over een netje heen kan slaan lesgeven? In principe kan wat ons betreft iedereen lesgeven. We streven er natuurlijk wel naar, en daar zijn we ook budget voor aan het vrijmaken, om ze wel geschoold te krijgen. Ja. Dat heb je in verschillende gradaties. Maar in beginsel is dat niet nodig en niet belangrijk. Onze hoofdtrainer die is al gediplomeerd, dus we hebben in ieder geval een gediplomeerde rondlopen.
Die andere jongen die we erbij hebben is een jonge jongen nog. Dan gaan we misschien kijken als die ook tijd heeft om naar de cursus te gaan. Dat we die misschien ook naar de cursus sturen. Maar ook voor anderen stellen we ons daar open voor. Ja, oké. Ja, dan had ik, wat moet er op dit moment nog verbeterd worden, of verbeterd, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik zeg verbeterd, staat hier, maar ik bedoel het dan verbeterd in het bedrijf, zodat jullie die groei die jullie nu doormaken, blijven doormaken. Ja, dat is een beetje een luxe probleem waar we nu tegenaan lopen inderdaad. De groei gaat zo hard en zo snel al. We hadden voor 2015 wel als doel gesteld, eind van dit jaar 30 leden. Nou ja, we zitten nu op 28, dus dat gaat heel hard. Dus waar we nu echt goed op moeten letten, is dat we niet achter de feiten aanlopen wat betreft de ruimte en de uren die we hebben. Dat mensen ook echt achter de tafel kunnen. We zoeken daarin ook nog wat meer kader. Ik bedoel, we zijn nu een bestuur van 4 met voornemens om daar 5 aan toe te voegen. Daar hebben we ook iemand voor op het oog. Dat is belangrijk, maar ook andere kader in commissies en dat soort dingen die ons kunnen ondersteunen. Want heel veel komt nu nog op ons nek terecht, wat ik absoluut niet erg vind. Nee. Maar met hoe meer handen, dan wordt het werk wat lichter en wat beter. Je kan het beter verdelen met z'n allen. En dan kom je af en toe ook eens even een dagje niet tafeltennis doen, wat soms niet erg is. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Als ik... Ja, omdat er ruimte is voor de leden om te spelen. Ja. Zo vol is dat we langs de kant staan. Dus we moeten echt gaan kijken binnenkort hoe dat op de korte termijn. Maar daar zijn we heel actief mee. Ja. We erkennen heel vroeg al wat er gaande is en waar we dus op moeten letten en waar we mee aan de gang moeten. Dus ja, in de komende bestuursvergadering zijn er alweer een aantal punten. Waaronder dus de uitbreiding van uren of zalen. Dat moeten we even bekijken en in gaan vullen. Dus ja, dat zijn van die punten waar we vol bovenop zitten. En, wat we eigenlijk alleen maar positief vinden. Ja. Hebben jullie ook veel steun gehad vanuit de gemeente? Steun bedoel ik heel veel hulp vanuit de gemeente. Want je wethouder Peters heeft het natuurlijk geopend afgelopen zaterdag. Maar heeft de gemeente verder nog wat voor jullie betekend kunnen doen? Ja, ze hebben wel een toereiking gedaan. Zodat we met de zaalhuur iets rek in Kan starten met de vereniging. Dus dat is best wel een grote kostenpost, je grootste eigenlijk. Ja, dat is zo. Dus daar hebben ze wel een toereiking in gedaan. Dus dat geeft ons wel wat rek om ook dat op te bouwen. En als je staat als vereniging, dan zijn er ook wel subsidies waar je aanspraak op kan maken. En daar zijn we natuurlijk ook al heel erg hard mee bezig. Ja. Dus wat dat betreft zijn daar ook wel mogelijkheden. Ja, de locatie waar jullie zitten, Avonturijn. Ja. Wat vinden jullie op dit moment, wat vinden jullie van die locatie? We gaan natuurlijk niet zeggen slecht, maar hoe vinden jullie het qua? Want voor mensen die niet weten, jullie zitten op Fanny Blankenskoen Sportpark. Ja. Als je binnenkomt rijden vanuit de weg, zitten jullie niet de eerste, maar de tweede school rechts, om het zo maar te zeggen. Het is het derde pand rechts. Ja, derde pand rechts, de tweede school rechts. Tweede school rechts. Ja. We zijn uitermate te spreken over de locatie. Dat heeft met een aantal factoren te maken. Fanny Blankenskoenpark is natuurlijk een ideaal sportpark waar heel veel reuring is en waar je eigenlijk heel graag wil zitten. Het is centraal gelegen, wat erg belangrijk is. Wat voor ons ook een belangrijke factor is dat de zaal is vrij nieuw. En schoon en dus modern, nieuw, heel fris. Wat aansluit ook wat wij als vereniging willen uitstralen. Dus dat kwam heel mooi uit. En we zijn een van de weinige huurders. Samen met de school zijn we de eerste huurder, grote huurder, zeg maar. Waardoor we wat flexibel met huren naar voren, achter, links en rechts kunnen schuiven. Dus in de toekomst waar we nu al mee bezig natuurlijk zijn. Om te kijken hoe we met de leden, de overvloed aan leden, hoe we die kwijt kunnen. Ja. Misschien ook andere dagen erbij pakken. Misschien nog een verlenging in de avonden of iets in die richting. En deze zaal biedt daar wel de flexibiliteit voor. Ja. Hebben jullie nog vanuit de andere tafeltennisvereniging succeswens gehad met jullie open in? We hebben het er zaterdag al even over gehad, hè, Andrew. Maar we weten dat eentje niet zo blij is. Maar ATC, die was goed vertegenwoordigd. Ja, voorzitter. Klopt. Heb ik gezien. Ja. Klopt. Leden van de vereniging ook. Dat is volgens mij heel erg vermaakt. Ja, nou, dat is mooi. De anderen laten we het daar maar niet over hebben. Want dat is, die schitteren in afwezigheid, zoals ik dat tegen jou geloof ik zei. Ja, klopt. Dat vind ik jammer, want ik bedoel, we zijn met 3 verenigingen, we moeten met z'n 3 moeten we het hier gaan doen in Almere. Het liefst werk ik ook gewoon samen met ze, of ga ik in ieder geval een goede harmonie met ze om. Met ADC Fantastisch doe ik ook al wat kleine dingetjes, wat projecten met de school Echnaton, die we clinics geven. Ik zorg dan voor de mensen, ik ben er één van en met andere trainer. En hun zorgen voor de ruimte, zodat we flexibel daarmee om kunnen gaan. Dus die samenwerking is erg goed en daardoor is de sfeer tussen ons ook heel erg goed. Dus daar ben ik erg blij mee. En ik hoop dat Almere Spin daar ook een keer in meegaat. Ik hoop het ook voor jullie. Laten we even naar muziek gaan. Goed plan. In Written van Natasha Bedingfield.